Maar ik wil gewoon even iets om aan te zitten. Oké, okay, dan ga je aan mij zitten. Nee. Oh, dat vindt ze dan vind je dan niet meer zo leuk? Je bent echt alles vergeten, of niet? Wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Ik heb ook nog eens mijn rijbewijs gehaald, ja. ja. Ik, hoe kan ik dat nou zo verkeerd begrepen hebben? Dan ben ik dus geen... <laughs> dat zou intens zijn. Hele documentaire en alles gemaakt. Blijkt uiteindelijk geen artiest te zijn. Jongens, het is drie maanden geleden dat we voor het laatst een podcast online zetten. Ik heb het wel gemist, hoor. Heb je het gemist, serieus? Nee, ja, als we lekker kleppen kleppen en uh... je hebt tussendoor geen woord tegen elkaar gesproken toch? Nee, het was wel een hele saaie bedoeling in ieder ja. ja. Nou ja, voor de mensen die er op Spotify luisteren, die denken van hun, ze zijn er ineens weer. Die hebben nooit iets begrepen überhaupt dat we weg zouden gaan. Wat lullig. Ja, ik had de laatste aflevering heb ik nooit op Spotify Waarom? gezet. Vergeten. En toen was het drie weken later, toen dacht ik ja, ga ik nu nog die aflevering online zetten? lijkt me ook een beetje raar. Mm -hmm. um, dus die aflevering staat alleen op YouTube. Kijk, uiteindelijk is YouTube altijd het main ding. Voor mm. mij en Spotify leuk voor debij, ja. uh, Maar YouTube blijft altijd belangrijk daarin. Maar goed, we zijn dus uh, bijna drie maanden weg geweest uh, en er is een hoop gebeurd. Als je me zo vraagt wat is er allemaal gebeurd, dan vind ik het lastig om het. Uh, nou ja, de laatste keer uh, dat we noemen. iets zeiden was: uh, zouden we nog een uh, theatershow doen? Oh, echt zo lang geleden. Ja. <laughs> Zeker, die is nu geweest en uh, Heftig. Ja, dat we hebben al drie try-outs verder. Een half jaar geleden, zowat. We zitten alweer drie try-outs verder. Soms uh, gaat de tijd zo je snel. Waarom he? ga je daar niet op in? Wat zei je nou? Ik zeg, we zitten alweer drie try-outs verder, alsof we meerdere shows hebben gehad. Dat is niet zo. Oh, tuurlijk, ja. Leuk, ja. 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 Oké, okay. ja, de grap, grap is ook echt uh, goed aangezomen. Hij is goed geland. Jij wilde over jezelf praten, gaan we verder? Nou, nu ben ik mijn verhaal kwijt. ik wilde je zeggen? Hè? Je moet me niet zo vaak onderbreken, joh. Ja, maar ja. Het gaat er weer lekker ik denk, dat we, ik denk dat we dit een beetje verleerd zijn misschien. Mm, ja. Oké, okay, nou. Maar goed, deze podcast is een beetje een update. Hoe gaat het? Um, wat is er allemaal gebeurd? Ja. Ik weet zelf ook niet wat er allemaal gebeurd is. Maar goed, we gaan ons proberen eraan te houden. Mm -hmm. Nou, we wonen natuurlijk uh, op een nieuwe locatie. Daar hebben we nu de hele zomer doorgebracht. Wat vond je ervan? Ja, geweldig. Echt heerlijk. Ja? Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik uh, ja, mijn leven echt met... Uh, sprongen vooruit gaan wat betreft luxe en, um, en longcomfort en, long en slapen inderdaad ja, ja, ja. vergeet dat niet dat is eigenlijk het belangrijkste aspect wat is het slapen of het longcomfort ja. ja nee slapen is wel heel belangrijk een longcomfort ja. ja, dat zeg je net longcomfort long comfort. nee ik zeg het wooncomfort oh ik dacht dat je longcomfort wat is long. dat long covid nee ik bedoelde, ik mee dat je dus, tenminste, ik dacht dat je ermee bedoelde dat je longcomfort ook omhoog mogen. stelt Wat is dat? Wat? Ja, De comfort voor je longen. Oh, mijn longen! Wat? Ik hoorde longen en ik dacht, lang! heb je nee, het longen, over? Als in je longen. Mijn ik dacht longen ook. Dat met long COVID dat het ook op de longen sloeg, maar dat betekende ja, lang. Dat longen. betekent wel lang. Ja. ja. Nou goed, maar? Uh, ja, nou, ik merkte eigenlijk pas sinds wij hier nu een tijdje wonen, ja. dat hoe slecht ik geslapen heb, en hoe heftig het was inderdaad met mijn... Uh, Gesteldheid. Longen. Je longen. Dat merk je eigenlijk dus pas als de, je tijd. tijdje... is dus wel de longen. Wel de longen, ja. De mijn longcomfort en mijn slaapcomfort is omhoog gegaan. Oké, okay, toch. Maar dan merk je pas eigenlijk dat je dat, je dat al die tijd zo... Uh, uh, ja, zoveel minder eigenlijk had. Ja, snap ik wel. Als je een tijdje eruit bent, denk ik dat als je net eruit bent, dat het ook nog wel even... Ja... Uh, yeah. Zo, die longen zijn niet gelijk uh, verbeterd, lijkt me. Zijn zonder long run dus wel nu uh, verbeterd. Yeah. They're on the long run uh, better, ja. Yeah. Ja, de laatste keer dat mensen luisterden, daar had je ook nog geen rijbewijs. Oh, wauw. Je bent echt alles vergeten, of niet? Wat de <laughs> afgelopen maanden gebeurd is. <laughs> Ik heb ook nog eens mijn rijbewijs gehaald, ja. Dat was ook echt een magisch verhaal, hè? Wordt het een magisch verhaal? Vond jij niet magisch? Ja, goed, je, je, hebt, je bent naar het CBR gegaan en je hebt afgereden. Je bent oh, klaar. Ja, alsof het allemaal zo makkelijk is. Daar gaan we het over hebben in een aparte aflevering. Okay. Want ik denk dat we het hele autisme en uh, rijbewijs halen wel in één ding kunnen vatten. Want er waren best wel veel mensen daar nieuwsgierig naar. Mm, okay. Dus ik denk dat we daar even, die gaan we even in een balletje zo klein parkeren. Mm -hmm. Is er nog iets gebeurd? Nou, vertel jij eens wat er allemaal gebeurd nou ja, is. ja, de theatershow dus. Ja, dat weten we nu Maar wel. daar hebben we niks over gezegd. Wat vonden we ervan? Het was een hele leuke dag. Oké, okay, nou ja, goed, weet je dat ook weer. Het was een hele <laughs> leuke dag. Um, niks gebeurd verder. Uh, was niet uh, bijzonder. was niet uh, intens ook. Ja, er waren heel veel dingen bij elkaar. Ik denk dat het te lang geleden is voor jou. Om een hoop nog emoties. Iets, uh... Nou ja, weet je Ik leek dus heel erg in het moment. Uh, <laughs> Altijd al gedaan? Altijd al gedaan. Ik heb <laughs> laatst mijn verslagen gelezen, want ik wilde even een pas aanvragen. Even, gewoon zomaar? Even, gewoon even zomaar. En uh, toen moest ik dus mijn diagnose zoeken. En toen kreeg ik even een halve hartverzakking, want ik dacht dus dat er stond dat ik geen diagnose op het vlak van autisme had. Oh, dus je dacht eigenlijk dat je een impasse... Dan, dan dacht ik, hoe kan ik dat nou zo verkeerd begrepen hebben? Dan ben ik dus geen... <laughs> <laughs> dat zou intens zijn. En de documentaire en alles gemaakt blijkt ze uiteindelijk geen artiesten te zijn. Nee, er stond heel raar: het werd onderverdeeld in die tijd, in, tien jaar geleden werd het onderverdeeld in verschillende categorieën, yeah. volgens de DSM. En er stonden op een aantal vlakken dat ik dan daarin niet matchte. Yeah. Um, Uiteindelijk maar, bleek je toch de hoogste, de, de hoogste versie te hebben. Nou, ja. Dus dan heb ik even gechat GPT wat dat allemaal tegenwoordig betekent in de DSM. Ja. Maar let wel, dit is dan tien jaar geleden hè. Ja. En ik weet nog wel, wij stonden ergens bij een. Uh, dat heb je al verteld het verhaal. Ja, nou ja, toen vroeg iemand what level are you? Ja. Nou ja, die snapte ik toen niet helemaal. Maar nu weet ze het wel. Nu, eindelijk een jaar, half jaar la, of een jaar en, later snap ze het. Toen, uh, nee, maar ik snapte niet helemaal die vraag, ik kon hem niet zo snel vertalen. Dat dat natuurlijk tegenwoordig de nieuwe manier van ja. um, diagnosticeren is dat ze dan een level eraan verbinden. Ja. Waarin volgens mij één is uh, dat je niet zoveel hulp nodig hebt. En drie is dat je eigenlijk heel erg afhankelijk bent van anderen. En wat was je? Ja, en, en mijn diagnose toen tien jaar geleden zat tussen de level 2 en 3. Oh. Ja, dat, dat zei Chet GPT, tenminste. Okay. Die zei van, nou, je kunt ongeveer hiermee vergelijken, maar eigenlijk is het geen vergelijking te maken. Dat zei hij wel. Maar, maar... ik haal de woorden eruit die ik graag wil horen. Dus de 2 en 3. Wilde je dat horen, die 2 en 3? Nou ja, toen in die tijd. Kijk, ik vroeg mij wel af, toen scoorden ze nog, hè? Uh, van 0 tot 100. Wel een leuke manier om te laten weten hoe autistisch je bent. Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk geen lijn van, van links naar rechts. En je zit van niet op wel. de lijn. Ja, het is een spectrum. Ik snap. Dus je spectrum pakt van, is een soort van wiel uh, van wiel, van en je pakt, daar zitten alle verschillende categorieën op en daar voor je hoog of laag. Weet je, zo'n ding wat je wel eens hebt bij van die psychologische testen. Ja, ja, ja. Dat eigenlijk is kun je het meer mee vergelijken. De een heeft meer last van uh, bijvoorbeeld overprikkeldheid, de andere heeft meer last van routinematige. Ja. Handelingen uit willen voeren, dat soort dingen. Handelingen? Ja, Oké, okay, nee, ga verder. <laughs> Vertel het weer lekker uh, simpel, hè. Ja, ja. Waar was ik nou eigenlijk? Ja, ik ga, ga ging niet het over, over? Level of zo? Ik weet niet, waar het uh, ging over de... Oh ja, uh, toen scoorden ze dus nog van 1 tot 100. Yeah. En ik zat op de 50. Scoren van 50. En dat resoneert een beetje met level tussen dat 2 een... en 3. Huh? Heb je dan ook 4? Nee? Maar als je 50 zit, dan is maar ze het... Hebben het anders ingeteeld. Het is niet meer zo letterlijk van uh, 1, 2, 3, 4. Ah, Oké, okay. interessant. Ja, dus, uh... dus je bent afhankelijker als dat je dacht. Nee, maar dat was dan tien jaar geleden. En ik verbaas me eigenlijk ook wel over mijn eigen verslag. Hoor. Ja, daar ja. ken je jezelf trouwens niet meer in. Nou, dat ik kijk. Uh, ik denk dat uh, mijn mede mij wel herkennen, okay. Maar ik denk eerlijk gezegd, als ik bij een onafhankelijk iemand kom die niet sp specifiek, uh, ge specifiek gespecialiseerd is op autisme, dan zou ik wel kunnen denken dat het er niet uitgehaald zou worden, zou een HSP'er zijn. Uh, dat zou ook kunnen. <laughs> Licht gaan we naar wie je toe gaat, hè? <laughs> ja, ja, ja. Ja. <laughs> want dat is geen officiële diagnose. Krijg ah. ik altijd te horen. Ah. Ja, maar goed, ik was in ieder geval. Ik was dat verslag aan het lezen en ik, ik was wel gechoqueerd met hoe ik. Ja, ik kan me nog goed herinneren hoe het daar een beetje aan toe ging. Mm -hmm. Maar dan vind ik het zo uh, ja, eigenlijk heel erg fijn om te merken dat er dus zoveel vooruitgang in kan zitten. Ja, dat begrijp ik ook. Ik kon bijvoorbeeld mezelf echt niet verwoorden. Over mijn gevoelens praten, deed ik ook niet. Ik noemde als iets uh, bijvoorbeeld. Uh, hele intense emoties voor me waren geweest, dan zei ik alleen maar dat ik iets vervelend vond. Ik kon niet zeggen van het zat zo en zo en ik voelde me zo en zo. Dat was wat heel compact mm -hmm. en uh, kort af en uh, ja. Terwijl als ik nu bijvoorbeeld uh, bij iemand kom voor een bepaalde hulp iets, dan kan ik heel goed uitleggen waar ik tegenaan loop en waar ik graag hulp bij ze nodig ja, zou willen hebben. dat is wel waar inderdaad. Ja, ik ken jou natuurlijk eigenlijk sinds dat je dat al wel beter kan. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat wij veel praten en zo dat ze het allebei ook beter nog kunnen. Ja. Tegenwoordig. Ja, ja ik denk uh, tien jaar in tien jaar tijd heb ik eigenlijk. Uh uh, zulke sprongen gemaakt dat ik denk als ik nu bij onafhankelijk iemand kom die niet ter is, dus dat het er niet per se meer uitkomt. En ik denk dat dat het ook het zo lastig maakt voor mensen van mijn leeftijd. Die denken van hé, hey, ik herken me in heel veel dingen, maar ik ga naar een uh, hulpverlener en die zegt van nee, je bent uh, wederkerig of je kan het er goed uitleggen. Terwijl ja, ik heb dat toch ook allemaal kunnen, kunnen leren. Ja, uiteindelijk heb je toch die diagnose gekregen. Ja. Ja. Dus dat maakt het dus lastiger op latere leeftijd om een diagnose. Te, de juiste diagnose te krijgen. Precies. Voor de rest de zomer, waar stond het voor, uh, voor in tekenen of van in tekenen. Of als jij nu um... zou uh, nadenken, ik zou zeggen een bier voor liefde. Ja, dat is erg, erg leuk. Ja. ja maar... Nee, niet te Ja, Maar ik wil gewoon even iets om aan te zitten. Oké, okay, dan ga je aan mij zitten. Nee. Nou, oh, dat vind ze dan nu weer niet zo leuk, nee. Maar uh, B&B van Liefde, uh, wat hebben we nog meer gedaan? Wat is, wat is een beetje blijven hangen, 2000, uh, zomer 2017? Veel eten, vooral. Eten? We hebben heel veel buiten de deur gegeten en voor video's ook geprobeerd. Ja, dat is wel... Nou, we ik... hebben een tour, foodtour, twee tours gedaan. Dat is waar. We hebben drie festivalletjes gehad. Dat is ook waar. Dus eigenlijk, uh, ja, dat is het eerste waar ik aan denk. Veel en ik, and uh, about. Ja, want jij wilde ook een beetje een andere kant op met je video's, wat meer buiten de deur, toch? ja ik weet nog niet helemaal waar ik heen wil, maar nee, maar dat is volgens mij al sinds uh, sinds de geboorte waar, weet je niet waar je heen wil. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee. Nee, toen wist ik wel dat ik gewoon uh, eruit wilde. Dat is de enige keer dat ik wat wist. Sinds de geboorte, vanaf oh, de geboorte. Vanaf de geboorte, oké. Okay. Nee, ja, daarna daar, daar, daar wist ik het niet meer. Ah, nee, dat is klopt. Ja, ja. <laughs> wel goed dat je toen wel wist dat je eruit wilde. Ja, ja, ja. Dan ben jij niet lang blijven zitten? Nee. Was je gewoon op tijd? Dat weet ik niet. Maar je, moet je eentje, ze even vragen? Ik, ik heb mijn ouders nooit gehoord dat ik te lang ben blijven zitten of zo. Okay. Vooral wel op een kleedje. 19 maanden toen, toen ging ik pas lopen. Ja. Dus ik heb wel lang blijven zitten. Maar ik weet niet of ik dat in de baarmoeder ben. Sommige gebleven. baby's die vinden het heel veilig en die willen langer blijven zitten. Dat, dat zal ik vast ook wel ergens. Uh, ja, ja, een soort van veiligheid, denk ik of zo. Mm -hmm. Ja, deze zomer stond ook wel in teken, denk ik, van uh, proberen mijn rijangst aan te gaan. Ook om even overrijden. Oh ja is nog niet helemaal waar ik wil zijn, maar goed. We gaan met stapjes vooruit. Mm -hmm. Als je de vlogs niet hebt gecheckt, dan uh, weet je dat misschien niet. Maar in de vlogs laat ik het ook zien. Ik ga met een rijinstructeur, met jouw oude rijinstructeur, ga ik op pad. Mijn alweer? Edje. Edje Raketje, Eddie, Eddie, toch? heet hij eigenlijk, toch? Eddie. Eddie. Hij heet Eddie, Eddie. Eddie, ja. Toch? Dat zei ah, hij? Je mm -hmm. zei dat hij Eddie heette. Maar goed. Dus, daar, dus dat, als je dat interessant vindt, als je daar meer over wil weten... Ga, of check de podcast die daarover gaat, over autorijden... of uh, ga naar de vlogs, want... Bijna elke vlog nu zit er wel iets over autorijden in. Dan zie je dus dat je het best wel uh, regelmatig uh, aanpakt. Hè? Ja, maar ik moet nu wel weer een nieuwe afspraak maken. Oh ja. Daar ben ik niet zo goed in, want ik denk, ja, nee, ik wil een beetje uitstellen, weet je. Ja, snap ik. Hè? Maar goed, ja, deze zomer was voor de rest uh, ja, een beetje gekke zomer, vond ik wel. Maar dat hebben we in de. In theatershow ook besproken. Dus mm. voor de mensen die daar waren, die snappen dus dat Echt dan. alleen voor de diehard fans eigenlijk. De die-hard. Die ja, ik kreeg nog best wel wat vragen eigenlijk over theatershow. Of we nog iets een keer zouden doen. En ik weet, een paar maanden geleden zei je toen we daar waren. Ja. Van, we kunnen dit eens per jaar doen. Kan. Ja. Hoe sta je daar nu in? Ja, dat, dat laat ik even open. Daar heb ik niet zo'n mening over. Ja of nee eigenlijk. Je weet wel dat ik het... Binnenkort moet gaan regelen, mocht het weer rond die tijd zijn. Dat snap ik, maar ja, weet je wat ik, uh, wat ik gewoon lastig vind eraan? Het is een hele intensieve dag. Ja, qua uh, op het podium staan, vind ik best wel lastig. En voor allemaal mensen, natuurlijk, is het anders voor, voor wie we staan. Want we staan voor mensen die uh, ons leuk vinden en daar genoeg tijd voor uh, vrij willen maken om ergens heen te komen. Ja. Maar toch, het is best wel intensief. En daarna meet and greet. Nou, ik heb echt geen, zowat geen woord verstaan. Nee, jij was wel heel Helemaal erg chill. Ja. Ja. Dat trok ik gewoon niet. Nee, snap ik wel. Ik moet zeggen, ik vond dat ook wel intens, hoor. Ik, vond, want, ik vind het wel hartstikke leuk, maar ik denk, ja, je, je zou het liefst dat weer combineren, want het is wel waarvoor mensen natuurlijk ook komen. Om even een praatje te maken, ja. ja. Dat is wel zo. Ik vond was als je het vooruit. Oh, sorry, hè? Nou, ik vond het wel interessant om te doen en ik vond het hartstikke lief, ook alle lieve woorden en zo. Maar ik merk het aan mezelf ook wel dat ik wel dacht van Oeh. maar ik trek dat wel. Ja jij, ja, jij, ja, jij, trekt dat sowieso veel beter. Ja, ik ga gewoon wel op de automatische piloot dan. Ja. Jij was gewoon. Maar we kunnen ook twee aparte tafels doen. Hè? Dat ik dan aan één tafel zit en dan jij een andere en dan kijken we waar mensen heen gaan. Dan, dan krijg ik waarschijnlijk ongeveer tien en jij krijgt een 90. Hoezo, dat weet je ja. helemaal niet. Mensen, we zijn heel erg nieuwsgierig naar Jij ja, bent toch de feest gehad? De feest zag vet gezel. Ja, goed. Ja, ja. Ik ben zeggens een sidekick. Sidekick, zo zie je jezelf ook. Ja, zo zou ik me graag willen blijven zien. Ja. Ja, ik vind het gewoon altijd een prettig idee dat het helemaal jouw ding is en dat ik uh, bijdraag. Ja, voor de mensen die zich altijd afvragen waarom alleen het logo mijn hoofd is, dat is één van de redenen. Nou, dat is een hoofdreden, denk ik. Ja, nee, ik wil daar niet per se helemaal uh, toegevoegd, Al oh, kom ik binnenkort wel misschien op een van de thumbnails. Ja, als eerste. Alleen, ja. hè? Alleen. Ja. ja, morgen zelfs. Ja, wel heftig, ja. hè? Ja. Dat is echt ja. mijn debuut je debuut als thumbnail, nee helemaal niet trouwens ja, voor, de samen, podcast, samen. voor de podcast, voor de podcast ook vaak ja, alleen op de thumbnail staan. Ja, maar dit is wel wat, dit is echt je hoofdkanaal. Natuurlijk. Mijn hoofdkanaal, vet gezellig. Nee, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik vind het goed zoals het is en uh, ik vond het wel echt een leuke ervaring ook de theatershow. Maar dat laatste deel was dus even iets te intens. Ja. Um, maar ik vind wel dat het, dat dat vind, dat wil je wel doen, zo'n dag. Speculeren daarover of... Uh, fantaseren daarover... is eigenlijk mijn doel dat we... volgend jaar in juni... dan weer misschien... Ja, of misschien volgend jaar rond september... kan ook trouwens. Eh, dan is het nieuw... Nee, het moet eigenlijk buiten het seizoen van de theatersom... want anders is het moeilijker te boeken. Ja? Ja. Maar weer op een zondag. Uh, was het op een zondag? Ja, een zondag was het. Mm -hmm. uh, en dat we dan ook iets af hebben in de documentaire Autisme 2. Oh ja, dat, dat is het, eigenlijk wel leuk. Ja, dat is wel ja. hetgene wat ik het liefst zou willen. Dus dan is het een soort van theatershow, maar dan is het eigenlijk meer een, een film. nou maar misschien kun je dan ook doen dat die mensen het als eerste zien en dan dat het niet helemaal. Uh, Oorleven ja. Nee, maar dat wij niet de, ja ik wilde zeggen center of attention. Ja, ja, maar dat het over de docu. Dat het gaat. niet over mijn verhaal en jouw verhaal gaat en daarna nog, goed. want dat vond dat dat vond ik dan wel. Uh, ja. Maar als het echt een autisme docu is en het wordt laten zien voordat het bijvoorbeeld online komt. Ja. En daarna nog een praatje, ik denk dat, dat wel haalbaar is, toch? Want de tweede. Uh, ja, ik wil ook uw video... ja, ik moet even kijken hoe ik het zou noemen. Maar de tweede uh, gaat zou over werk gaan. Omdat dat ook een ja. startpunt van jou is. En ik denk dat het wel ja. interessant is... om daar iets meer uh, over uit te wijden. En uh, dat hebben we eigenlijk al een klein beetje laten zien... in hmm. de show natuurlijk. Ja. Maar we willen daar wat dieper in, op, uh, in duiken. En ik denk dat... Ik dan, ja, dan wat meer aan elkaar praten of zo. Ik denk dat dat wel haalbaar is. Ja, dat. Maar het zou ook wel gewoon leuk zijn om het als eerste te laten zien in theater. Ja, dat toch? is ook zo. Ja, ja, ja. ja Maar ja, het moet wel meer zijn dan alleen dat, toch? Ja, maar het hoeft dan niet heel veel meer te zijn. Dat is toch ja, wel heel leuk dat denk... je samenkomt met. Ja, ja, ja maar ik denk oh, dat we het we toch die, wel wat uh, ook gaan bespreken dan toch het is toch weer een jaar verder en dan is het wel leuk om ja, of weer een keer een kunnen we dan beetje, gewoon ja. echt een boel afloop doen dat je nog even gezellig met elkaar klept? dat heb ik nou wel gemist niet ah? gezellig in de ruimte een kapjeje drinken maar dan ben je moe, daar, daar ben je ja te moe toen was voor. ik uitgeput ja. daarna want toen was iedereen al weg ah. <laughs> ja sorry nou goed speculatie Um, mochten we dit gaan doen, dan weet je het als eerste via de podcast. Want de podcast is toch wel, heb ik het idee, voor de mensen die echt echt mm -hmm. het heel leuk vinden. Ja, als ik als vind je dat dit ook allemaal het aanhoren, dan Horen uh... dan. Ja, precies. Maar dan vind ik het ook belangrijk om het daar als eerste te melden. Ja, goed. Nou, dit seizoen gaan we uh, van start uh, eigenlijk nu, dus. Maar uh, voor, van de volgende week weer over gewoon onderwerpen waar we het interessant vinden om over mm -hmm. te hebben. Sowieso wil ik weer eens een update geven over uh, de verdiensten rondom de webshop omdat heel ja. veel mensen daar toch altijd wel vragen over hebben. Ik vind het ook nooit zo erg om daar gewoon open over te zijn. Omdat ik hoop dat er andere mensen wat ze aan hebben. Als je mm -hmm. laat zien van oké, okay, dit kost het allemaal. Dit, dit uh, leeft het op en uh, dit is het aan werk. Dat soort dingen. Ja, ik denk dat het ook wel uh, leuk is om te weten wat je, zeg maar, als je een klant bent van een webshop, wat het ja. allemaal inhoudt. Ja. Om zoiets te hebben. Ja. Um, we hebben het natuurlijk over autorijles. Maar mocht jij denken: van ik wil echt dat jullie dit of dat of zus of zo gaan bespreken, laat het vooral weten in de reacties. Of stuur ons een DM via Instagram. Mm -hmm. vetgezellig of even ontprikkelen. Dan nemen we het gewoon mee. Nou, doe maar gewoon vetgezellig. Want ik doe ben maar erg, maar. Uh... Jij bent heel slecht in DM's, dat is ja. waar, inderdaad. Ja. Dus, nou ja, dat eigenlijk. Heb je nog iets anders te melden? Nou, uh, kleine ik zit er opzomming. na te denken. We hebben nog wat geweldige dingen meegemaakt. Nee, we zijn vooral uh, lekker bezig met uh, ontwerpjes hè, voor de ja. webshop. Ja, we zijn weer echt, uh, dat hebben we ook in een vlog laten zien. Er komen wel toffe dingen aan, denk oh, ja. ik. Ik zal het een beetje hopen dat andere mensen het ook tof vinden, maar wij vinden het wel <laughs> vet. Ja, het is niet altijd uh, raak, maar. Je hoopt het wel. Is het is ook wel eens een verrassing, een leuke verrassing tussen. Ja, maar we gaan wel echt uitbreiden met nieuwe, echt, echt nieuwe dingen. Ook wat meer productjes die um, misschien wat laagdrempeliger zijn dan met een t-shirt. Ja, uh, maar ook alleen, niet alleen overprikkeld merch. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, we hadden al die notitieblokjes, maar... Uh... Ja. Wat trouwens echt bizar vond, want die hebben nooit echt heel erg gepromoot, mocht je ze mm -hmm. niet kennen trouwens. Er staat er ja. hier één. staat hier één. We zijn nog steeds niet zo heel goed in promotie, zoals je <laughs> zien. Uh, maar die liepen eigenlijk best wel goed. Mm -hmm. De mokken zijn allemaal uitverkocht. We gaan er waarschijnlijk een nieuwe mok laten maken. We ja. hebben twee ideeën voor ander soort shirts. Eentje die jullie al waarschijnlijk weten, dyslexie namelijk. Daar hebben we wel een link oh, ja. voor. Uh, die andere, die laak even in het midden. En uh, voor de rest hebben we stickers die we willen maken. We hebben... Ik zag dat je iets met washi tape aan het doen was, volgens mij. Hoezo heb jij dat, hoe heb jij dat kunnen zien? Ik zag Element. Uh, oh, okay. Elementor. <laughs> ja, die elements. zijn wel leuk. Ja. Ja. Dus van alles willen we gaan uitbreiden. Want ons doel is uiteindelijk, ik ga het nu uitspreken: uh, een belangrijke webshop op mentale gezondheid te zijn. Ja, eigenlijk als je denkt aan, oh, ik wil wat voor mentale gezondheid. of iemand een cadeautje doen uh, omtrent uh, goed zijn voor jezelf. dat je daarheen wil. Ja, dat is eigenlijk ons doel. Omdat ja. we dat gewoon. Uh, Mooi streven denk ik wel vinden ook. denk het wel. Ja. Maar dan is het natuurlijk nu tijd voor... De snack van de maand of van de afgelopen drie maanden is denk ik wel chocola in het breedste ja. zin van het woord geweest. Want de Dubai-reep vonden we wel lekker. Um, dus daar hebben we het op. Maar de afgelopen weken zijn we heel erg fan weer van de bonbons van Coco en Sebas. We hebben een voor uitgegeven deze drie maanden. Ja, echt, ja, aan chocola vooral hoor. Het is echt. Uh, ik zit heel erg te, te denken van ik moet gewoon op een gegeven moment een vetgezellig reep... of iets. Oh, dat met zou echt geweldig chocola zijn, ja. met vetgezellig doen. Want het is. Ik, ik heb chocola nog steeds. Ik herontdek het elke keer weer. Ja, maar ja het blijft ook gewoon je kan er zoveel kanten meer op en het blijft ook gewoon verrassend soms. Kan je niet herinneren uh, vorig jaar dat we in het chocolademuseum in Antwerpen waren en dat je dan oh. aan het einde zo'n proeverij had? Dat was echt. Mm -hmm. Daar zou ik het liefst, ik zou zo nog een keer een kaartje kopen om alleen die alleen die proeverij duwen. in te gaan. Ja, dat was uh. echt geweldig. Zo zo soort van Charlie Chocolate Factory. Uh, ja, wat experience, is dat met die, die vloeibare me chocola? Dat het zo lekker is. Nou, ja, dan moet het wel goede chocolade zijn, want ik vind ik heb ook wel eens van die fontein op van die uh, ja. bij die buffets en zo. Dus allemaal niet te vreten, Maar oh. echt goed. Goede, lekkere chocola. En daar hadden ze echt ook allemaal verschillende soorten... puurheid, melk... Uh, wat, hoe heet dat ook alweer? Ruby heb je ook. van ook witte cocoa. Witte cocoa, choco. -cho. Oh, je doet cacao boter. Cacao boter, yes, yes. White cacao boter, you neemt. Ik zat laatst die milka test van ons terug te kijken. Yeah. Vond ik even geinig. En toen was het niet autisme-proof... omdat jij vond dat uh, chocolade misleidend was... Hoe ze, zei ik dat? Ja, witte chocolade is misleidend, het moest kakaoboter zijn. Ja, heb je dat echt gezegd? Ja. Ik weet, weet je, dat is de grap altijd. Mensen zeggen van, uh, oh ja, uh, dat heb je wel eens gezegd... Uh, dat ik iets van een bepaald product vind uh -huh. dus en dan denk ik van... ja het zou kunnen. Ik zou nu sommige producten van vet benieuwd van drie jaar geleden nog je weer kunnen weer opnieuw en dan een hele andere beleving. mening. Uh, maar ja. het, zou, het zou best kunnen. Ik ja. kan echt veranderen in mening daarin. Ja. ja, maar je smaakpillen veranderen ook wel redelijk. Dat is waar, en ja. het ligt er ook heel erg aan hoe je eet, de periode ervoor. Want soms ja. als je bijvoorbeeld heel erg clean eet, dan smaak uh, dingen veel zoeter. Heel veel ja, zoeter. Ja. En als je de hele tijd met vet Benieuwd bezig bent, dan gaan dingen misschien teleurstellen. Omdat er minder smaak aan lijkt te zitten. Dat kan, hè? Ja, dat zou kunnen. Ik ben er trouwens wel, as we speak, na drie maanden ook weer zo vet benieuwd aan het opnemen. Dus uh, verwacht die ook binnenkort. Leuk dat je er weer bij was. Het is een korte podcast, maar even een klein updateje. Volgende week zijn we er weer. Yes. En dan hoop ik dat we ook echt volgende week er weer zijn. Ja, tuurlijk. We kunnen sowieso over dat rijden 100 honderd uitpraten. 100 honderd uit. Dus dat doen we die eerst. Precies. Tot dan. Tot dan.